Laten we maar gewoon gaan beginnen met trainen. En doe jullie ding. Ik zal gaan kijken om die techniek te gaan verbeteren. En let's go, laten we een leuke dag van maken, hè? Top man, let's go. Alright, vandaag hebben we een teamtraining met allemaal atleten die ik coach. Dus we worden voor een leuke dag. Iedereen gaat squatten, bone drukken, deadliften. Er komen hele zieke PR's aan. Ik zal mensen hun techniek gaan bekijken en verbeteren. Dus als je wat techniektips wilt voor je squat, bench en deadlift, blijf zeker kijken. En het wordt een fucking leuke dag. Let's go, man. We gaan nu naar Tim. Dat is een atleet van mij. Hij heeft wat elleboogpijn tijdens het low bar squatten. Dus ik ga hem wat tips geven. Als jij dit nou ook hebt, blijf even kijken. Zorg ervoor dat je goed luistert, want er komen hele goede tips aan. Ik had de shoulder mobility niet gehad. Dus had hij een soort van een safety squat bar van gemaakt. Gaan pakken. Want je hebt bijna French low bar. En als, hoe lager die bar ligt op je rug, hoe meer stress er komt op je schouder, pols en elleboog. Soms ook zelfs je bicep en je hebt natuurlijk wat elleboogpijn. Hè? Ja. Wij zijn geswitcht van high bar naar low bar. Uh-huh. Ja, de laatste tijd. En daardoor komt dus die elleboogpijn. Ja. Dus wat we nu willen is, we zijn van high bar naar extreem low bar gegaan. We kunnen naar iets minder low bar. Okay. Laat maar zien, want volgens mij heb je hem nu echt hier of zo. Ja, hij ligt heel laag. Ja, dus iets meer middenpak, hè? Ja, ik zou hem nog zelfs iets hoger doen eigenlijk. Ja, hier. Ja, ja. Je ziet ook dat hij een tampless grip gebruikt. Duim eroverheen, daardoor komt er minder stress op je elleboog. Voelt het beter? Ja, man. Voelt het beter zo. Dat is mooi, dat is mooi, dat is mooi. Ja. Grote gewichten gebruikt, gaat die stand wat meer buigen bij je squat. Okay. En dat wil je niet, dat kost voor heel veel inbalans, weet je wel. Ja. Dus als je hier nog een rode bij plakt en nog een blauwe bij je 60, je hier een rectum en dan gaat hij helemaal in de weer. Schrijven, ja? Ik zo laag. Deda doet hem extreem laag, ze heeft geen last, ze kan er goed mee squatten. Dus sommige mensen kunnen wel goed squatten met een French low bar positie. Wat is nou French low bar? Nou, normaal low bar is ongeveer hier, French low bar is echt hier. De naam French komt natuurlijk van Franse lifters, die ook zo laag squatten met de bar. Dus sommige mensen zijn er sterker mee, het is wat moeilijker om diepte te halen en de kans op blessures is ook iets groter. Come on. Rustig aan, rustig aan. Controle. Juist. Nice! Dat is goed dat je dat zei. Ja, hè? Het ging te snel. Ja, het ging te snel inderdaad. Ja, ja, nice. Hier? 7. Het moest 6 zijn. 6. Op zich, ja. Je had wel doorgekund. Maar omdat je, dus, omdat je snel zakt. Ja. Dan verlies je controle. Dan verlies je controle. Heb je nog een apparaat voor die 45 degree hyperextension? Ja, hier heb je geen 45 degree hyper inderdaad. We kunnen dan hip thrust gaan doen. Je wilt er vooral voor zorgen dat jouw knie in lijn blijft met je enkel. Okay. Dus niet dit, want dan maak je er meer, gebruik je meer je bovenbenen. Als je meer naar voren hebt, gebruik je meer je billen en hamstrings een beetje. Dus knie in lijn met je enkel. Nou, doe je straks dus gewoon gewichten hierop. Je wilt hem niet te hoog hebben op je buik. Ongeveer op je heuppot. Dus als je hem eruit, dan stuw je naar voren, dan zit hij los. Dan ga je zakken met je heupen en je gaat je kin naar onder kijken. Okay. Je maakt zo'n dubbele kin als het ware. Je zakt uit je heupen en goed omhoog. Ja? Want als jij omhoog gaat kijken, doe je dit. Dan ga je archen in je rug, maak je holle rug. En daarop train je minder je bilspieren. Okay, yes, yeah. Dus kin naar onder. En bovenin even 1 seconde pauzeren. Nou, succes jongen. Dus goed, we gaan even kijken wat RP 8 voor jou is. Rustig zakken. Constant elk drijf, rustig aan, hard omhoog. Kom op! Door! Kom aan. Nice. Oké, oké. 120 is zo makkelijk. We hebben laatst 147,5 toch? Of 145? Ja, ja, nice. Ja, dat heeft meer te maken met hoe jij je hand draait. Dus als jij je hand naar binnen draait, gaan je ellebogen naar buiten. Wat? Ja, dus we moeten straks na het NK gaan we iets met je grip doen, ja? Is de niet Steve Kane? Ja, jongen. Is het hoog genoeg nu? Buig je knieën? Ja, dat is goed. Ja, dat is goed. Het voelt wel lekker warm. Wat zei je?
Ja, dit zit wel goed, man. Jawel, hè? Zo zit hij goed, ja. Hoe gaat het bij jouw warm-ups? Dat gaat wel aardig. In het begin heb ik altijd een beetje het gevoel van, ja, ik voel toch een beetje zwaar. Ja. Maar naarmate de warm-ups verder komen, dan heb ik toch altijd wel het idee dat het een soort van beter gaat dan verwacht. Ja. Hoeveel warm-ups sets doe je in totaal dan? 5-6. Oké. Okay. Ik zou er misschien zelfs nog meer van maken. Nog meer van maken, dat zou. Dus 7-8, als je je beter voelt na je warm-ups, moet je gewoon meer warm-ups gaan doen. Zou het sowieso verwisseld zijn? Zou het ook warmen? Ik weet het zwaar over hoe. 270. Deed je net 150? Ja. Moet ik hier naar 175? Nee, dat vind ik een te grote jump eigenlijk. 170? Ik zou. Ik heb 150 gedaan. 170, 185, 200. En dan doe je 205 tot 210. Dat is goed. Ja, want kijk, op de meet, op de wedstrijd, ga je ook niet van je eerste attempt 20 kilo jump nemen naar je tweede attempt. Ja. Je kunt zo beter de RP inschatten plus het specifieke naar een wedstrijd toe. Alles! Kom op! Let's go! Wordt PR, hè? Ik heb ooit heel lang geleden een keer 160 keer 4 gedaan. Maar dat is zo lang geleden. Welke, deze wordt op RP8, of niet? Ja. RP8. Dan zou je theoretisch in 5 reps kunnen doen. Ja. Okay. Let's go. Dan wordt het een PR. Dan wordt het een PR. Ja. Let's go. We gaan het zien. We gaan het zien. Mooie riem. Ja, alles aangeschaft. Alles aangeschaft. Alleen een SBD t-shirtje. Nee. Iedereen loopt in een SBD t-shirtje hier zo. Iedereen singlet. Ik in een tanktoppie. Ja. We moeten natuurlijk wel gewoon even de gains laten zien. Toch? Hoppa! Let's get it! Shoo! Kom op! Controle! Rustig aan, knijp in de stang, rustig zakken. Ik ben bij je. Op! Kom op! Rustig zakken! Hart omhoog, niet opgeven, kom op! Laatste, easy! Kom op! Hart omhoog! Op! Oké. Okay. Ik had het denk ik nog 1 gekund. Ja, maar, bro. Hij buigt fucking erg, hè? Ja. Je hebt deze place uitgekozen, zit er heel wijd. Ja, hij wipt een beetje. Hij wipt helemaal, weet je wel. Wel lekker. Wel lekker, jongen. Lekker, man. Fuck, weet je nog, 5 weken geleden, toen hadden we hem gekald. Toen had ik 145 gedaan, toen zei hij maar 150, misschien voor 1. Ja, nou, was bij die personal training. Ja, ja, ja. Ja. 160 keer 3, dinsdag 150 keer 5 gedaan met energie over. Ja. Gaat lekker. Ja, goed, man. 200 kilo op de SBD Cup. Dat zou mooi zijn. Dat zou heel mooi zijn. Ja, lekker. Heel chill. Oh! Oh! Nou, hoe moet je nou de pull-around gaan uitvoeren en hoe moet je je armpath gaan bekijken? Nou, wat je wilt gaan doen is je pakt je arm voorbij je lichaam, ja. Dan wil je hem zo ver mogelijk in adductie brengen. Dus je arm zo ver mogelijk deze kant op. Zoveel mogelijk. Zoveel mogelijk. En dit is dan je armpath voor je pull-around. Als jij de kabel nog meer die kant op doet, dan ga jij je arm buigen en doe je dit. Pak je meer bicep, ja? Je wilt eerst gaan zitten. Arm die kant op. In lijn houden met de kabel. Dan doe je een pull-around. Goede oefening voor je lats in een verlengde positie. Strekken. Uit je elleboog. Elleboog naar je broekzak. Juist, dit is hem. Ja, dit is veel beter. Ja, we zijn nu met een speciaal iemand. Hij heeft een boekje mee, maar die al zijn trainingen gaat loggen. Niet online, maar in een boekje. Laat maar zien wat je allemaal hebt, jongen. Ja, nou, ik hou alles bij in een boekje. Al meer dan een half jaar lang. Elke van rep, elk gewicht. Het is wel leuk, want je kan bijvoorbeeld zien dat ik aan het begin van in september nog, nou, hier bijvoorbeeld 60 benchen, 90 squatten en 100 deadliften. En nu is daar gewoon 30 kilo op mijn bench erbij. Bijna 50 tot 60 kilo op mijn squat. En bijna 70 kilo op mijn deadlift erbij in een half jaar. Dus dat is wel leuk. En je kan precies zien wanneer en welk gewicht ik woog. Dus ja, ik hou alles bij op papier, zodat ik niet op mijn telefoon eigenlijk zit.
Dat is heel slim. Dus als jij veel afleiding hebt op je telefoon, doe het gewoon op papier. Je hebt geen enkel excuus. Gooi je telefoon gewoon weg. Muziek, of je gaat muziek luisteren in de gym. En ik schrijf natuurlijk ook de tips van Jordi op. Ja. Dit doe ik altijd voor de oefening, dus ik schrijf altijd van tevoren op wat ik ga doen. Dan schrijf ik ook de tips die Jordi heeft gedaan, zodat ik op kan letten tijdens het trainen. Nou, dus het is heel belangrijk dat je ook je training gewoon bijhoudt. Te veel mensen volgen geen eens een schema of ze loggen niks. Schrijf gewoon alles op. In je notities, op je telefoon of echt in een letterlijk boekje. Zodat je weet wat je hebt gedaan. Als het niet werkt, weet je wat niet werkt, kan je wat anders doen. Als het wel werkt, weet je wat je moet gaan doen. Zo simpel is het. Komt jongens. Ballast. Ja. Rustig aan! Kom op! As! Net de zwaarste single van mijn prep. Dat is al 12,5 kilo boven mijn derde attempt van de vorige meet in 3 maanden. Dus, We hebben 2,7,5 gedaan. En gaan 22 squatten. Sowieso. Dan worden er 25 kilo PR in 3 maanden. Als het lukt. Ja, sowieso. Dat gaat sowieso lukken. Daar gaan we voor op het NK. Eens kijken of hij diep gaat. Die was heel clean. Echt net aan. Net aan. Hij was wel een mooie controle trouwens. Een dikke noedel. Ja, dit is wel een noedelbar inderdaad. Kijk, je wil dus niet, wat ik al eerder zei. Je wilt geen stang pakken zonder middenhurling. En je wilt zeker geen bumperplates stacken op elkaar. Hey, kom op! Go! Wat gebeurt er als je gaat overshooten? Dat is een vraag voor jullie in de comments. Wat gebeurt er als je overshoot? A. Je krijgt meer vermoeidheid. B. Gains. Je krijgt heel veel gains. C. Blessures. En D. Je wordt gedropt als atleet door je coach. Laat het weten, jongens. Nou, deze tips die ik geef aan iedereen is natuurlijk heel leuk, maar als je nog meer tips wilt, misschien loop je vast op een bepaalde lift, misschien is je techniek wat slechter op de squat bench of deadlift, of allemaal, stuur me even een DM op Instagram, @relifts, dan geef ik je wat gratis help, vind ik alleen maar leuk om jullie te zien knallen. Oké. Okay. En dan zie je natuurlijk nog lopen. Easy, kom op! Ja, dat jongens, ik ben zo doof vandaag, dus wat zei je nou eigenlijk? Ik zeg, mijn bench voelt al niet steady bij het uitliften. Dus. Dan gaan we even kijken wat er gebeurt. Doe maar je ding. Doe maar even 2-3 keer. Ja. Nou, ik zie al een paar dingen. Oké, de bar draait ook in zijn pols. Als je omhoog prest, als je goed kijkt, zie je dat nu. Als je omhoog prest, draait zijn pols naar achter. Dat zorgt voor instabiliteit. Wat zei je? Ik voel dat hij inderdaad wat draait inderdaad. Hoorde je dat van mij? Ja, ik voelde het ook. Ja, dacht ik al. Een paar dingen. Ten eerste, je startte met de stang. Zo. Okay. Zie je? Dus je moet hem sowieso in het midden hebben. Ja. Tweede ding, dat is je bulldog grip zelf. Ik zal hem laten zien. Je wilt dus echt stang gaan pakken. Hand naar binnen draaien. Pak hem diep in je hand. Dus niet dit, dit. Okay, want nu heb je hem zo. Je hebt echt je arm naar binnen, ja? Je vingers niet zo, echt zo. Op deze manier kan die niet draaien. Het is onmogelijk om nu te draaien, dat kan niet. Oké? Okay? Want mijn vingers houden hem tegen, want dan kan hij niet naar achter rollen. Dus die pakken de vingers hier. En dan eruit tillen. Let's go!
Dat was de video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik hoop dat je wat aan de tips had gehad die ik vandaag heb gegeven. Als je zelf nog vragen had over bepaalde oefeningen, over bepaalde tips die ik net gaf, stuur even een DM @release en dan help ik jou. En dan zie ik jou weer in de volgende video. Laters.